Dus een koers unificatie na een simpel zijn dat je chara koers go na een niveau pe awoyo dekba. Usab dat tap awoyo en ina na de cambio a koers de morgen 7,52, a koers na 14,15. En eigenlijk als centrale bank koers voor 7,52 in ook aan hoor morgen. Omdat dit daar aan de tegen 7,52. Dus op de genoodzaak voor Chara koers gaan naar niveau bij Awoyo en Zeta koers gaan en dat na ongeveer 14. Dat na unificatie voor met one koers die aher economia en one koers die de bank, die de cambio, die agasmasa kan roken op een koers dat die. De prijs in de winkel de gebaseerd wat op een koers voor 14 en 15. Dus een koersunificatie is nog maar een big effect op de prijs. Maar kom je tegen dat ja, een pakket voor goederen zou importeren, zou ik haar basis en essentiële goederen kunnen vroegen aan jong aardappelen en de soort zijn dat die zou land die net ik invoerrechten in tapu. Dus de prijs voor de basisgoederen dat nog mag gwaagloop toe. En als de gwaagloop toe, dan kan je een paar procentjes. Maar juist daarom land die dat we potten een sociaal vangnet voor jibdinsma voor vangen op prijs, de prijsschommelingen op. En ik vijf sabi me presenteren in assemblee dat we verhoog AOV, we pas AKB aan, we passen bijstand voor bijdrage voor zwakke huishoudens aan. Voor je dinsma, voor kan Ruby, wamboen Ruby, en pas vang de prijs, schommelingen die aan. Maar in principe, de prijs nog mag pas aan, gwaagloop toe, vast maar in praxerie. En een kentje praxerie ook toe, mijn collega voor economische zaken, naar de importeurs voor de goederen die is. En dan schreef de importeur stak dat je de prijs nog mag gwaagloop toe. Dus smamus nog raak in paniek, want aan enigste zijn niet naar benzineprijs. De oliemaatschappij zij importeert brandstof, dan doet dat tap 7,52. Maar daar nog de finie tap 7,52. Dus ook dat we op hem unificeer. Hoe dan wat trafasje doen. Dus ik hoop dat is mij begrepen dat hoorde die zie. En dat de werken mee naar UNO voor de economie komt op een stabiel niveau. Hoe kan plan bakken en hoe kan je kogemoren varen en hoe kan zitten economie komt op een boemfasie. In de agrarische sector, juist om die een incentive, zou ik haar een incentive, dat de prijs in de agrarische sector kan dan stabiel. Natuurlijk, de agrarische sector, de prijs gomi na weersinvloeden, na de soort zijn dat die. Maar als je komt op prijzen voor brandstof, of input voor brandstof, de agrarische sector in een government die zou op een potie, aan een SRD, een zakking in de agrarische sector, zodanig dat de prijs nog mag stijgen en kan dan stabiel. Maar nu in een situatie die ze bij de benzineprijs kringwaar op toe, om je zo kan doen voor de prijs in de agrarische sector ook toe stabiel. Aboskopusami abi na ano prettig, ano smane vier boom de prijs kringwaar op toe. De benzine, brandstofprijzen gaan ook toe. Maar nou een zin zou we moeten doen. Want alles maar sabi dat in Awoyo in Obeman bij een dag morgen tegen 7,52. Als je bent zoeken aan dag, dan heb je een vinding, dan tegen 14 of morgen je bent paifa dag. En dat de unificatie, de aanpassing van koers voor centrale bank ben de van nodig. Nou, een sansa economie af van nodig voor pota economie weer op stabiel niveau. En met accidents maar begrip. Want
na matrice sa un mustechi fu pota economic comba ka tap pe abemde en do campian go moro fara fu meka a condere gro a economic gro dus ano matrice fu mexma desma onaangenaam ma na matrice sa de fanudo fu seta economia combaca.